Je hebt net een hippe nieuwe start-up. Moet je dan al direct rekening houden met het hele erge? Met het hele erge bedoel ik een faillissement. Het antwoord is ja. Het is slim om rekening te houden met het ten ondergaan van je klant of, erger nog, dat het minder gaat met je eigen onderneming. Uit onderzoek blijkt dat maar 5-10% van de tech-startups uiteindelijk succesvol is. De risico's zijn groot en de kans op succes is klein. Juristen kunnen een vangnet zijn voor de gevaren die je zoal tegenkomt. Als je klant failliet, dan mag hij of zij niet meer over zijn vermogen beschikken. Dat doet een curator. Om een faillissement voor te zijn, zul je dus vooraf maatregelen moeten nemen. Vraag een bankgarantie of een vooruitbetaling op de opdracht. En wat je ook kunt doen, is in je algemene voorwaarden een eigendomsvoorbehoud opnemen. Techbedrijven kunnen zichzelf als dwangkrediteur ontplooien. Je rangorde als schuldeiser stijgt dan door het belang van wat je hebt geleverd. Denk bijvoorbeeld aan de bescherming van broncodes of andere informatie die ook na het faillissement waarde kan hebben. Het helpt al wanneer je hier goede afspraken over maakt. Bereid je dus goed voor, zet je afspraken altijd op papier en zorg dat jouw vangnet goed geregeld is.